Ja, Hans, om te beginnen, het feit dat er zeer goed nieuws is over die vaccins, mogen we daar hoopvol over zijn? Zoals The Economist, is er licht aan het einde van de tunnel? Ja, ik denk het wel. Zeer, zeer goed nieuws. Dus niet meteen de aankondiging van het vaccin op zich. Enfin, ook heel spectaculair natuurlijk, want je moet het maar doen op zo'n korte tijdspanne. Maar vooral de mate van doeltreffendheid. Dat was toch verrassend, in positieve zin. Dus als je kijkt naar de resultaten van de samenwerking tussen Pfizer en de Duitse spin-off BioNTech, zeer positief, doeltreffendheid rond de 95%. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse biotechbedrijf. Dus Moderna ook zeer, zeer goed. Resultaten. En uiteindelijk was dat toch een beetje afwachten, want die vaccins zijn gebaseerd op die gentechnologie. Dat is anders dan de traditionele vaccins, maar dus zeer, zeer positief nieuws. En dan zijn er ook nog positieve signalen van de samenwerking tussen AstraZeneca en Oxford en ook van Johnson & Johnson en Novavax. Dus al bij al heel goed nieuws. Natuurlijk met die kleine kanttekening dat de implementatie op zich nog wel wat werk zal vragen. Je hebt natuurlijk het feit dat die klinische studies nog helemaal moeten afgerond worden. Je hebt ook het gegeven dat de bevoegde instanties zich daar nog over moeten buigen en de logistieke keten... komt natuurlijk ook met uitdagingen, opslag aan zeer, zeer koude temperaturen in sommige gevallen, transport, wie krijgt het vaccin eerst toegediend, ook een aantal ethische vraagstukken die daarbij komen. Dus al bij al nog wel wat uitdagingen, maar toch zeer goed, een zeer goed en positief nieuws. Ja. Er wordt nu gesproken dat het vaccin, het eerste vaccin, zou zijn in het voorjaar van 2021. Wat kan dat betekenen vanuit een economisch perspectief? Ja, dat maakt toch dat een aantal neerwaartse risico's eigenlijk kleiner worden. En dat dus de hoop groeit dat herstel in de tweede jaarhelft van 2021 aan tractie kan winnen. En dat is eigenlijk wat we nodig hadden. Dus alles zal niet onmiddellijk opgelost zijn, maar dat is toch echt wel licht aan het einde van de tunnel, zoals The Economist het dan uiteindelijk deze week omschreef. Ja. Jullie bestuderen verschillende economische scenario's. Wat is de impact nu van dit nieuws op die scenario's? Ja, kijk, op korte termijn moeten we toch echt voorzichtig blijven. Uiteindelijk zitten we te midden van die tweede golf van infecties in Europa. Cijfers zijn niet goed in heel vele landen. Het virus raast verder. Met name ook in de Verenigde Staten. Is toch opmerkelijk. Je ziet het aantal infecties echt doorstijgen. En je zit daar met een situatie waarin uiteindelijk een heel moeilijke presidentiële transitie is. En dus de opvolging en het echt in kaart brengen en het echt maatregelen treffen op dit moment is zeer moeilijk. En dat baart toch zorgen. En ook in Europa zit je nog met de moeilijkheid van een Brexit. Wat met een derde golf? Als we kijken naar wat er gebeurd is bijvoorbeeld 100 jaar geleden, onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, tijdens de Spaanse griep, zag je ook vanaf februari terug een opstoot, een derde golf. Ik wil dat niet onmiddellijk poneren als een echte voorspelling, maar het is wel duidelijk dat het vaccin op dat moment nog niet in de hele grote hoeveelheden voorradig en toegediend zal zijn. Dus dat is toch iets om er altijd mee rekening te houden. En dan, kijk, wanneer het vaccin er is, en dat is denk ik wel belangrijk om te benadrukken ook, denk ik dat het snel kan gaan naar economische inhaalbeweging toe, gezien de hoge spaarquotes in de economie, bij gezinnen. En dan zal er toch een inhaalbeweging komen, catch-up demand, zoals dat dan heet. En ook bedrijven zullen meer visibiliteit hebben, zal minder onzekerheid zijn. Internationale handelsverkeer kan daarvan profiteren. Dus op dat moment kan er echt wel tractie in die economie ontstaan, kan een soort van positieve feedback loop genereren, waardoor het economisch herstel wel snel kan gaan. Natuurlijk zonder te veronachtzamen dat we op lange termijn nog altijd met een aantal uitdagingen zitten die ook niet onmiddellijk weg zijn. Vergrijzing, toch de magere productiviteit, die we gehad hebben het voorbije decennium. Het feit dat we in een moeilijke energietransitie zitten, een politieke polarisering ook. Dus heel veel uitdagingen nog altijd, maar het vaccin op zich is echt goed nieuws. Ja. Ja, Hans, veel uitdagingen, toch een beetje positief nieuws nu. De vraag is dan uiteraard, hoe reageren de financiële markten eigenlijk op die aankondigingen? Ja, we hebben echt wel een heftige reactie gezien in die financiële markten, zou je kunnen zeggen. En dan met name op die bewuste dag, 9 november, waarbij dan echt dat positief nieuws kwam. En dan zag je een rotatie van aandelen die het voorbije 8 à 9 maanden heel goed hebben gedaan. Net omwille van het feit dat we met z'n allen binnen zaten en er heel veel restricties waren. Die aandelen waren meestal gelinkt aan de technologische sector. Naar de zogenaamde cyclische aandelen. En dat is natuurlijk logisch te verklaren door het feit dat er betere vooruitzichten zijn voor een terugkeer naar een zekere normaliteit. Hoe dat we dan precies normaliteit moeten definiëren, dat is een vraag op zich, misschien een filosofisch debat, maar toch een situatie die nauwer aansluit bij wat er voor de pandemie was. En dus dat heeft echt wel een beweging op gang gebracht richting dat soort aandelen. Sommigen spreken hier van going out aandelen.
En dat is heel positief. Hè. Maar het is nog genuanceerder dan dat. Het is niet zozeer van technologie naar cyclische aandelen of waardeaandelen die goedkoper waren. Ook in de technologiesector zagen we verschuivingen. Kijk je bijvoorbeeld naar een aandeel als Zoom. Hè. Dus uiteindelijk, dat heel goed gepresteerd heeft, maar kreeg dan wat klappen op aankondiging van het nieuws. Terwijl Uber, die ook behoort tot de disruptieve sector, maar die dan weer vooruit ging. Net omdat mensen dan terug, of het vooruitzicht toch, verbeterden. Ook de zogenaamde strandaandelen, beach stocks, zoals dat dan heet, deden het beter. Waarom? Ja, meer mensen die dan het vliegtuig terug zouden kunnen nemen, meer mensen die op hotel zouden gaan. De cruise-maatschappijen deden het ook beter. Dat was echt wel een hevige marktreactie. Eigenlijk de heftigste sectorrotatie die we gezien hebben in de afgelopen 20 jaar. Logisch te verklaren, die bedrijven bleven achter. Sommige sectoren waren echt wel de afkalving van de winsten enorm. Hè. Kijk je naar de industriële waarde in Europa. Vaak meer dan 50% winstachteruitgang in 2020. Energiewaarde meer dan 80%. Financiële sector iets meer dan 40%. Dus er was enorm veel inhaalbeweging te maken. Nu, dat wil nog niet zeggen dat een trend is die voorgoed heel hard zal doorstromen of doorstomen. In het verleden hebben we gezien dat wanneer die sectorrotatie op gang kwam, dat gemiddeld zo'n 3 maanden duurt. Maar we kunnen moeilijk ook die historische ontwikkelingen zomaar projecteren, misschien naar de dag van vandaag. Hoe ga je dan met zoiets om in een beleggingsstrategie? Ja, dat is toch een uitdaging en een focus. Dat vereist een dagdagelijkse focus natuurlijk. En dat is natuurlijk een combinatie tussen economisten, strategen en fondsbeheerders. Maar op lange termijn blijven natuurlijk wel de portefeuilles enten op een groeistrategie, omdat die disruptie is natuurlijk niet weg. Hè. Dus bedrijven of ondernemingen hier in het dagdagelijkse straatbeeld zullen het nog altijd moeilijk hebben om te blijven opboksen tegen die grote digitale spelers. Ook traditionele energiebedrijven zullen het toch moeilijker en moeilijker hebben in heel die energietransitie. Die gaat onmiskennelijk verder en waarschijnlijk in een steeds snellere ritme. Dus die groeibedrijven en dat disruptieve blijft toch een belangrijk ankerpunt. Maar natuurlijk, dat zullen we altijd opvullen in een gediversifieerde portefeuille met andere waarden, zowel naar munten toe als regio's, naar sectoren toe en ook naar aandelen toe. En dat blijft een oefening, een dagdagelijkse uitdaging natuurlijk. Hans Bevers, bedankt voor deze inzichten. Graag tot een volgende keer. Dank u.